71 was hij toen de dierenarts hem een maand geleden. Zeg jij per maatstok? Ja, zegt hij. Zeg, beter me zeggen. Minimaal 71. Ik heb ook een ruzie gemaakt in bijna. Ja, behoorlijk. Nou, een beetje spelen, denk ik. Hij speelt, ja, hij is heel speels. Het is echt zo'n pindakaasjongetje, zeg maar. Pindakaasjongetje. Je ziet hem nooit echt ruzie maken. Maar ja, weet je, hij wil wel eens met het verkeer bespelen. Oh ja. Die er niet van, met Ruby? Ja, die is er niet van gediend dan. Nee. Ruby speelt niet. Ruby speelt niet. Nee. Ruby is alfa, man. Dat is allemaal weet. Nou, dat is hij volgens mij absoluut niet. Nee. Echt niet. Zijn moeder wel. Ik ga verder naar mijn pindakaas, jongen. Ja. Hey, bedoel je van de reclame? Ja, van de reclame. Oké, okay, ja. En pindakaas, hè? En pindakaas, hè? Ze zeggen dat je een grote stem hebt van pindakaas. Misschien vindt hij het wel lekker, ook een boterhammetje met pindakaas. Ach, nou, volgens mij vinden ze het allemaal wel lekker. Ja? Ik heb het nog nooit geprobeerd, hoor. Het is pindakaas echt vies, trouwens. Oh ja? Onze kinderen eten het wel, maar. Pindakaas met sambal. Met hè? Ja, sambal. Dat heb ik wel vaker gehoord, ja. Pindakaas met jam eten. Pindakaas met hagelslag. Nou, lekker, pindakaas met hagelslag. Dat is de meest idiote combinatie. Pindakaas met appelstroop. Ik ben helemaal goed. Ook lekker. Met eten, sowieso niet. Hey. Iedereen staat te kijken, Adrian. Ja, dat is. Ik snap dat. Best een beetje verlegen. Ik wil geen zeggen dat je daar al naar boven te beginnen behalve. Hey. Deze kant. Zo. No. Heeft dat ook al aangehaald, of niet? Ja, ja, ja. Als we nou. Eerst even plastic herhalen. Ja. En dan touwtjes en lijnen. Ja. Wij hebben, jij haalt er al een happy mouth in. Wij hebben voor ongebroken rechte naten gekozen. Oké. Okay. Omdat hij zo'n vreselijk hangend rooster heeft. Oké. Okay. Ik dacht van nou, dat liever helemaal geen ja. Nog geen enkele vorm van. Vandaar dat wij voor een. Was mij trouwens nog niet opgevallen, maar. Ja. Ja, daar kun je niet zoveel gaan doen. Nee, ja, zijn moeder had ook een vrij laag sowieso altijd gehad. Want daarom had ik ook altijd gehad. Ja, ja, daarom had ik altijd problemen ook bij die merrie met stang en trens. Normaal. Want je denkt altijd, je hangt er wat diks in, dat is lekker zacht. Maar dat werkte bij haar dus niet. Nee. Nee. Bij haar ook niet. Dus ik denk dat het een beetje. Dat je daar rekening mee moet houden met dat soort paarden. Dat je inderdaad niet met een dik bit begint. Want al ligt het onder. Bij zijn voortanden, ja. Ja. Maar dat heeft hij denk ik van zijn moeder. Hangt hij er echt onder op dit moment. Ja. En dat wordt natuurlijk wel beter als je wat ouder wordt en is gaan wisselen. Ja. Maar ik heb in de wisselperiode bij zijn moeder rekte. En zelfs nog een tijdje met een, hoe heet ze ding, zo'n hekkenmoor gereden. Ja. Ik heb ook ooit een paard gehad, die was 4. Dat was een afschuwelijk aan het rauwe rooster. Ja, heb ik gewoon een bedoeling gereden. Ja. En nou een beetje bukken, Luc, want je bent zo groot. Dat vind ik dus lastig. Ja, te laat. Te laat. Daar heb je helemaal heel wat. Een dikke kleur. Frisse dat is helemaal. Nee, ik vind dit ook fijn. Ja, nou, zijn moeder heeft helemaal niks. Dus ik ben hier al blij mee. Ja, dat snap ik. Die heeft echt anderhalve haar op de voorhoofd. En dan ook nog een paar kruinen erin. Ken je dat? Ja. Als je dan, de maantop in wil vlechten, dan ziet het er altijd niet uit.
ik ben er nog steeds. Moet het hekje dicht al? Ja, eigenlijk moet het zo bij. Oh, oké. Het lijkt wel zeewier. Ja, ik weet niet wat het is.